Deze zaak van Serdar kan ik me nog goed herinneren. Het is bijna 20 jaar geleden, maar ik weet nog hoe geschokt we allemaal waren. Omdat jochie was doodgeschoten, dachten we, omdat hij met een sneeuwbal tegen een auto had gegooid. Ja. Ja, op een of andere manier de sneeuwballenmoord. Ja. He, dat op een of andere manier zet dat in het hoofd. Maar ook als je het nu weer ziet en als je zo, als mensen erover hoort praten. Ik denk dat sneeuwballen gooien, jeugd, onbezorgd leven. Ja, het toppunt bijna van onschuld, weet je wel. Dat. En dat je dan, en dit was in Rotterdam, Rotterdam-Zuid. Juist daar ook moet je natuurlijk gewoon veilig sneeuwballen kunnen gooien. Ja, natuurlijk. Het is bizar dat zo'n gruweldaad plaatsvindt tijdens het meest onschuldige dat er is. En ook nog eens een keer, en dat gaat vanavond in de documentaire ook echt heel nadruk naar voren komen. Je kunt op allerlei manieren, de hele uitzending, denk, weet je, het gaat ook altijd om mensen, maar het gaat ook om individuen. De mens is een individu. Dit was een groepje jongens, wat een heel bijzonder groepje jongens was. Serdar was een jongen die in een wijk waar iedereen moeilijk had, echt een wijk die ook een slechte naam had, was een jongen die er alles aan deed, elke dag van zijn leven, om laten zien dat daar ook goede jongens leefden. Nou, in die documentaire zegt een van die andere jongens, als hij groot was geworden, had hij onze wijk een betere naam kunnen geven. Ja, maar als iemand die het gered had. Gelukkig, dat is het verkeerde woord. Nu blijkt dat het toch niet waarschijnlijk is geweest dat het gewoon vanwege die sneeuwbal was. Een mislukte ripdeal of een ripdeal die aan de gang was. Wellicht een verdwaalde kogel. En wellicht dat iemand dacht van verrek, ik word beschoten door die klap en terugschoot. Hoe zijn ze erachter gekomen dat het wellicht anders ligt? Wat er helemaal precies gebeurd is, dat is nog niet bekend. Daarom hebben we de documentaire, daarom gaan we op zoek naar nieuwe getuigen. Maar die nieuwe getuigen, dat zijn vooral mensen die meer weten over de ripdeal. Want dat is het nieuws, een hele andere toedracht. Die jongens die waren daar met sneeuwballen aan het gooien, die hebben daar niet mee het geweld uitgelokt. Nee, die waren echt op de verkeerde plaats, op de verkeerde tijd. Daar was gewoon een totaal uit de hand gelopen ripdeal gaande. En er zijn wellicht geschoten, mensen geschoten. Sorry dat ik onderbreek, maar er zijn wellicht mensen, las ik in de Antilliaanse gemeenschap, die meer weten, want het was waarschijnlijk een paar Antillianen onderling die dit deden, maar die om allerlei redenen nu niet naar voren durfden te komen. Die gewoon niet getuigen durfden te zijn van wat er gebeurde. Het is dus onderwereldgeweld waar we het nu over hebben. Dus dan stap je ook niet zomaar naar voren. Maar dat onderwereldgeweld is nooit echt gekoppeld aan deze onschuldige jongen. En daarom denken wij dat we 19 jaar na dato een hele goede kans maken om mensen in hun hart te raken. Om naar voren te stappen en te zeggen, ja, maar dit kan niet. Dit gaat ons echt te ver. En 19 jaar na dato kunnen mensen in een hele andere situatie zitten dan ze toen zaten. Wetenschap over die ripdeal is 19 jaar later ineens de sleutel tot de oplossing van de moord op een kind. Op een kind. Dat is wel heel nieuw, heel anders. Heel nieuw. En wat ook nieuw is, is de manier waarop politie en justitie nu die getuigen gaan oproepen. Wat er gebeurd gaat worden, wat er gebeurd is, wat we vanavond gaan zien, is dat een vermoord jongetje tot leven wordt gebracht om die getuigen dan direct aan te spreken. We laten weinig zien, want mensen moeten vanavond maar kijken, maar dit is een stukje uit de promo voor de documentaire. We doen iets wat niet eerder gedaan is door rechercheteam of politie wereldwijd. Eigenlijk maken we met de nieuwste digitale technieken het hele gezicht. Je brengt een vermoord jongetje tot leven. Ja, ja, als je het zo zegt, dan komt het ook bij mij weer heel erg binnen, hoor. Dat, gedurfd ook, hè, vanuit de politie, dat ze dit aandurven. Dit is eigenlijk perfect wat je wil hebben bij de mensen. Dat het weer raakt en dat ze gewoon weer gaan praten. En de vraag, ja, ciao. En de vraag is dan hoe? Hoe wordt dat jongetje weer tot leven gebracht? Ja, nou ja, dat is het verhaal van de documentaire vanavond. Kijk, dat een jongetje zelf een rol speelt in het oproepen van getuigen om de moord op zijn leven voor zijn geliefde nabestaande op te lossen, nog nooit gebeurd. Wereldwijd niet. Dat kan natuurlijk ook niet. En dat er techniek bij is gebruikt, ja. Maar waar het natuurlijk vooral om gaat, is dat de nabestaanden, die zien dit gebeuren. Die zijn hierbij betrokken. Dus we volgen vanavond ook de nabestaanden van het allereerste moment dat ze horen dat dit plan er is om met dat jongetje de moord op hetzelfde jongetje op te lossen. Maar die zien dus ook dat hun zoontje en hun broertje, die gaat ineens bewegen. En vanavond zie je op een gegeven moment dat zijn ogen voor het eerst gaan bewegen. Ja, de zus van dat jochie. Dat is echt, echt, echt heel erg. Maar de gedachte die erachter zit, kijk, het is techniek. Het is nooit eerder vertoond. Het is ook
heel vergaand van politie en justitie dat ze dit doen. Daarom heb ik ook echt gezegd, als je mensen in hun hart wil raken, moet je ook vanuit je eigen hart spreken. Dat is echt een hele andere toon dan anders. En uiteindelijk moeten we het dus samen doen. Dat komt weer op. En dat bij die samen speelt het jongetje zelf en zijn familie een hoofdrol. Ja, dat is toch ongelooflijk? Het is ongelooflijk. Ik ga nog niet meer verklappen daarover. Maar wat mij wel nog opviel, is dat ook politie en justitie in die documentaire zeggen. Kom nou naar voren. En het gaat niet om vervolging. Misschien is het te lang verjaard. Het is helemaal niet ons primaire doel om iemand te gaan vervolgen hier. Maar we willen gewoon weten wat er gebeurd is. Dus wat jij zegt vanuit je hart, hè, dat die agenten ook heel emotioneel oproepen. Zeg nou gewoon wat er gebeurd is. Want daar kunnen een hoop mensen wat rustiger verder leven. Dat is wel heel bijzonder. Hè? Dat gebeurt ook niet zo heel vaak. En dat wordt vooral gezegd omdat die vervolging... Kijk, als je bij die ripdeal betrokken was of daar wetenschap over hebt... dan heb je een reden om niet naar voren te stappen, want dan heb je een probleem. En dat, vergeet het. Ja. Het gaat ons om de oplossing van de moord op een kind. Ja. Daar willen we duidelijkheid in brengen. En het is echt een open wond in Rotterdam. We zijn er de afgelopen maanden echt in het diepste geheim bezig geweest... met alles wat we deden. Niemand mocht het weten, maar je bent uiteindelijk toch wel met tientallen mensen bezig... En overal merkten we waar we kwamen, want we zeiden, gaat het over Sedda, gaat het over Sedda? Het is een open wond in die stad, maar eigenlijk in ons hele land. Ja. En er zijn mogelijk tientallen, echt heel veel mensen, die de puzzelstukken in de handen hebben, die tezamen die puzzel kunnen leggen. Kleintjes. En dan zijn we die moord op dat jochie, die sneeuwballen gooide daar met zijn vriendjes, kunnen we uiteindelijk oplossen. We kunnen het echt met elkaar. Ja.